hebben iets bereikt in Garnert. Iets heel moois neergezet in dit entourage als levend schilderij. Als je hier komt in Garnert, of alle mensen die hier komen, hoor ik altijd, ik word hier vrolijk. Water, mooie dijken, mooie doorvaart van een hele mooie boot. Mijn broer die hier het fundament gelegd heeft, die heeft wat gezondheidsproblemen. En daar heb ik het overgenomen. De familie wou dat graag. Zo ben ik ermee begonnen. Voor mij was het belangrijkste als ik, om hier te investeren, dat de mooie omgeving, dat een goede uitkomst is. Je moet eerst kijken, als je gebouwencomplexen hebt op bedrijfsterreinen, of als je ergens wil vestigen, moet je op een A1 locatie zitten. Ik vind dit een van de mooiste plekjes van Noord-Groningen. Of van provincie Groningen, laat ik het zo zeggen. Nou, we hebben een heel mooi restaurant waar de ramen allemaal open kunnen soms. We hebben 24 meter open raam, alles schuift open. We hebben hele mooie terrassen, we hebben bijna 700 vierkante meter terras. We hebben zitten, hele mooie grote luifel tegen zon. Ook als er wat regen is, maar toch lekker warm weer is. We hebben een hele mooie oude tjalk, gerestaureerde tjalk van 112 jaar oud. Heel mooi. Wat kunnen mensen daarin? Mensen kunnen daar feestjes in houden, bruiloftje. Ja, wel wat kleinschalig, hè, maar een receptie, een vergadering, daar kan een Lions Club in. Heel mooi gerestaureerd. Maar hier kan je natuurlijk het eten en hier in het restaurant kan je heel mooi vertoeven. Ja, het is prachtig. Aan het water. En als het mooi weer is, dan kan je hier ideaal zitten hier. Met een drankje en een hapje. En voor kinderen is het ook prachtig.